vlog 5 van de Leiden Marathon, de Road to Leiden. Het antwoord op de prijsvraag van vorige week is Line Dance en de winnares is Lisette van Kessel. Van harte gefeliciteerd. We staan nu op het parcours in Zoeterwoude en we gaan nu zelf even een stukje hardlopen op ons eigen parcours. En we laten jullie onderweg zien hoe mooi en hoe leuk het hier is. Het 5 kilometer punt van de halve en de hele marathon. Dat zijn de afstanden die hier langskomen. 5 kilometer punt betekent dat hier de zwaarste verzorgingspost staat van eigenlijk van het parcours. Want hier komt natuurlijk de grote massa langs. Dit is tegenover SJZ, de voetbalclub van Zoeterwoude. En het is wel heel gaaf, want zij zorgen ook altijd voor een aantal vrijwilligers. Dus dat is dit punt. We gaan weer! We willen jullie graag een stukje van het parcours laten zien. Iedere keer een stukje. Dus we beginnen nu eigenlijk waar de splitsing plaatsvindt tussen de halve en de hele marathon. Dat is op de Rijnecke Boulevard. En het is wel heel leuk om te zien, want je denkt, ja, aan de overkant is een splitsing. Dus hoe gaat dat nou weer lukken? De Landmacht is een sponsor van ons. En die zorgt ervoor dat hier een ponton, een brug over het water komt te liggen. En dan loop je daar overheen. Dat is best heel gaaf, want we hebben een paar keer bijgestaan ook toen het gebouwd werd, dus dat is wel heel leuk. En dan kom je naar de overkant en dan gaat de halve marathon naar links en de hele marathon gaat naar rechts. Kijk, dit is een kaart van alle afstanden, de routes. Ten opzichte van Leiden zijn wij straks naar Zoeterwoude gelopen, dat ligt hier. Vervolgens zijn we naar de splitsing over de Rijn. Linksaf is de halve marathon en zoals je ziet gaat rechtsaf helemaal door het Groene Hart. En dan uiteindelijk weer terug om te finishen in Leiden. Klinkt heel kort, maar het is en blijft 42 kilometer en 195 meter. Natuurlijk kan je ook deze week weer 2 gratis startnummers winnen. De prijsvraag van deze week is: wie bouwt voor ons de tijdelijke brug over de Rijn? Nou, schrijf je antwoord hier op Facebook, like en vooral deel dit bericht, want alleen dan maak je kans. Succes!